In Limburgse Passie komen iedere week bijzondere Roda JC-beelden voorbij. Trainers, spelers en supporters vertellen over hun Roda-moment. In het Parkstad Limburgstadion hangen enkele bijzondere schilderijen van spelers. Bekende Roda-namen als De Vouw, Cissé, Luipers en Kaas zijn op een unieke manier vereeuwigd. Maker van deze schilderijen is Lou Tissen, een kunstenaar uit Landgraaf met een groot Roda-hart. Ik ben als jongetje van 8,5, 9 jaar, heb ik Rappertje C zien spelen. Daar ging ik met mijn vriendjes naartoe of met mijn vader naartoe. Daarna Rode Sport, daarna Fusies, Rode JC geworden, dus ik ben altijd supporter van Rode JC geweest. En naast dat supporteren hebben we natuurlijk ook ontwikkeld via middelbare school en academie tot een beeldend kunstenaar. En ik ben hier blijven komen, ja, en op een gegeven moment is 1-1-2, ik ben heel erg geïnteresseerd in sport. En ik heb heel veel verschillende takken van sport, heb ik schilderijen van gemaakt. En dan denk je van ja, je komt bij Rode JC, waarom geen speler van Rode JC? En dat is het eerste wat ik toen gemaakt heb is Cristiano. Weet je wat het punt is? Een voetballer als onderwerp om te schilderen is eigenlijk een triviaal onderwerp. Het gras is groen, de bal is wit. De speler, in dit geval de thuiskleding van Roda, is geel-zwart. Ga daar maar eens een interessant schilderij van maken. En dat, tegelijkertijd vond ik dat dus ook een enorme uitdaging. En als ik dan zie wat het geworden is, ja, ben ik tevreden. En ik heb gemerkt dat anderen ook tevreden zijn. En daar gaat misschien nog meer om. Een heel bijzonder schilderij vind ik van Au Pair. En waarom? Omdat, mag ik wel zeggen, ik vond het wel een aardige voetballer, maar een beetje kleurloos figuur. In de zin van niet op de voorgrond treden, geen specifieke dingen hebben, geen specifieke uitspraken, niet vaak in de pers komen. En dacht van ja, wat moet je daar nou mee doen? En ik weet nog dat mijn zoon op een gegeven moment zei, neem als uitgangspunt de nationale kleuren van de vlag van zijn land. En dat heb ik gedaan en je zult het zien, het is een heel bijzonder schilderij geworden. Naast dat het voor de speler een groot compliment is dat hij wordt geschilderd, kan het ook nog een andere functie hebben. Mats heeft een beetje ook een morele ondersteuning nodig, want hij scoort niet zoveel. Ik geloof dat hij nog alles gescoord heeft dit seizoen. Omdat ze toch een ander systeem spelen en hij scoopen niet meer om zich heen heeft, dus dat is een stuk moeilijker. Nou, misschien is dat als stimulans, kan ik ook een beetje helpen. Dat zou wel leuk zijn. Dan komt hij zo 's avonds binnen, ziet hij zichzelf hangen, denkt hij nou kom op. Ja, dan weet ik niet of dat zo werkt, maar ja, het zou kunnen. Want ik weet bijvoorbeeld dat K, die nou weg is, dat hij als de schilderij, als het ergens anders komt te hangen, belt hij hem op, waar is mijn schilderij, waar is mijn schilderij? Dus het blijkt dat ze het toch wel gezien hebben en dat ze toch wel een bepaalde manier trots op zijn. Tissen schildert spelers die opvallen bij Roda, maar één speler is op het doek terechtgekomen omdat het de persoonlijke favoriet van de kunstenaar is. Ja, daar springt er wel eentje uit en het was voor mij Mark Luipers. Omdat, vind ik, bescheiden jongen, nog een tijdje naar MVV, toen weer terug en nog sterker teruggekomen dan daarvoor. Nooit een grote mond, toch een soort leidinggevende figuur in het veld zonder veel te zeggen. En hij stond er altijd, n'importe welke wedstrijd. En dat sprak mij enorm aan. Hoe heeft u dat dan proberen over te brengen in het schilderij? Dat heb ik gedaan door niet alleen Mark te schilderen, maar te kiezen voor een drieluik. En Mark het middelste deel van het drieluik te zetten. En dan rechts Anastasio, een aanvaller, en links een middenvelder Van Dijk. En ik dacht van ja, als ik Mark Luip, en ook nog in een kopduel met een PSV'er. Niet alleen qua spelen, maar ook een persoon. Het gaat ook om personen. En niet alleen dat voetballen en goed verdedigend doelpunten maken of ballen tegen als een keeper. Het gaat ook om de persoon die erin en erachter zit. Ja, die sprak me enorm, maar nog steeds trouwens. Inmiddels is de kunstenaar alweer bezig met een nieuw schilderij van de speler. Nou, laat ik zeggen, de eerste opzet is er. Dan gaat u natuurlijk niet verklappen wie dat is, denk ik. Nee, dat ga ik niet verklappen. Want stel je voor dat het niet lukt. Het mooiste compliment over zijn werk kreeg Tissen ooit van adjunct-directeur Jacinta Gelissen. Ik weet nog dat ik het schilderij van Titon dat bij de receptie kwam te hangen. En dat ik daarna een telefoontje van
adjunctdirectrice Jacinta kreeg. Die, nou, zei ze, ik zag dat schilderij. Mijn mond is opengevallen. Ik heb het hele personeel in het stadion bij elkaar gehaald en we waren allemaal razend enthousiast. Ja, nou, daar doe je het voor. Dat is eigenlijk waar je het voor doet.